12.01. Alle mensen, leuk geluk en aan deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS Speedy Farmer. En vandaag ga ik met Wim op pad met de hond. De hond zit naast mij. We krijgen nu een melding van een gestolen voertuig van een collega. Dus we gaan meteen even kijken. Nou, dat is mogelijk een gestolen politievoertuig hier rondrijden. En we zijn in de buurt, dus we gaan die kant ook op. Dit is de Touran hondengeleider wagen. Zoals ze eigenlijk nieuw worden aangeleverd. En dat is eentje gemaakt door MH Aalsmeer. Of Team MH. Met dan ook deze sirene. Daar rijdt een Volvo V70. Dat is van een collega. We gaan kijken of daar een collega in zit. Of dat hij dus gestolen is. Ik vermoed dat hij gestolen is. Ja. Met twee personen erin zelfs. We gaan melden bij de C. De C, we hebben een achtervolging van een collega, of ja, geen collega, een politievoertuig. Volvo V70, twee personen erin, geen agenten. We rijden langs het hoofdbureau op dit moment. Oh, dat was, ja, ik zag iemand van achter keihard aankomen rijden. Ja, soepel met de Vito. We houden vandaag wat meer rekening met de boef die naast mij zit. Die wil ik natuurlijk niet gewond maken of verwonden door mijn rijgedrag. Oh ja, zo gebeurt dat dus. Oh, dat is een brandblusser. Uitstappen. Uitstappen bij de... Stoppen. Staan blijven. Op de knieën. De hond pakt de andere. De hond. Oké. Okay. Hij heet Mr. Peanuts. Blijkbaar. Hebben aangehouden. You're under arrest, you piece of crap. Mijn collega en die hond zitten nog steeds achter die andere verdachte. Oh, daar is hij. Oh, god. Blijf maar hier. Goed zo. Lekker werk, Bek. Oh, de... Oké. Okay. Geen eenheden meer nodig. De bestuurder is dit, geloof ik, hè? Ja. En de bijrijder, die is dood. Ik weet niet hoe. Oh, dat was... Ah, mijn collega, gelukkig. Ik dacht dat dat mijn hond was. Maar dat was mijn collega. Stap in, stap in. Er wordt een transporteenheid gevraagd. En mijn vrouwelijke collega hier, die gaat het verder oplossen, vind ik. Dan kunnen wij weer door. Dus eerst een melding. Een melding die natuurlijk in ons gebied was, of waar wij in de buurt waren. Dus daarom dat wij daar op af gingen. Normaal gezien niet helemaal een melding voor de hondengeleider wellicht. Aan de andere kant ook weer wel, want nu hadden we twee verdachten waarvan er eentje dus door de hond werd gepakt, heel goed. En de andere kon ik pakken. En het is natuurlijk wel een voertuig die van een collega is gestolen of die bij het politiebureau wordt gestolen. Dus daar gaat natuurlijk elke beschikbare politieagent op af, lijkt mij. Grapes. Waar is dat? Eens kijken of dat in de buurt is. Nee, dat is niet in de buurt. En zo. Daar mag een andere collega heen. We have a traffic alert in Tilbox. Meneer Frans vandaag. Of wel. We gaan even die kant op. Toch wel. Terwijl dus daar een hele... moet daar een hele speurtocht gaan gebeuren. Dan kunnen wij daar iets heel goeds in betekenen met de hond. Er is dus een voertuigexplosie geweest.
Moet hij nog ontploffen? Is hij al ontploft? Hij is al ontploft. Blijf maar even zitten, hond. Woef, waf. Er is één slachtoffer zo te zien. We gaan een ambulance vragen. Ambulance, assistance needed in Pillbox Hill. Maar er is geen aanwijzingen dat er iets is. Ja. Deze hoort er niet bij, hoor. Die reed daarna tegenaan toen we aankwamen gereden. Ik zie een voorkant. Hier dus de motor. Dit is allemaal uitgebrand tot hier. Het lijkt me dat er iets met de motor is. Ik ben geen professional natuurlijk, maar... dat moet uit gaan wijzen wat hier... of dat zal iemand moeten gaan onderzoeken wat hier is gebeurd. Ik dacht wellicht krijg je hier een hele... of ja, je weet het nooit met de meldingen. Misschien was het wel een hele melding van ja, en je hebt hier één bewijsstuk en dat moet je gaan onderzoeken. Dat was dan wel leuk geweest met de hond. In dit geval was dat niet het geval. We gaan hier wat een takelwagen vragen. Dan kan ik via dit. Ik ga maar een grote takelwagen. Dan kunnen we daarna de weg vrij gaan geven. Hij leeft wel. Dus dat is mooi. Als hij dan weer helemaal bij kennis is, kunnen we eventueel in het ziekenhuis collega's langs sturen om te vragen wat er nou allemaal aan de hand was. Ik weet niet of het goed gaat. De weg wordt vrijgegeven. Nou, we waren even meneer Hond Woefwaf. Ik noem hem meneer Hond Woefwaf. Eten aan het geven hier in het bureau. We zijn inmiddels opgeroepen voor een melding. Misschien wel prio 1, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het niet gehoord. Dus we gaan misschien ons maar even wat snelheid erop gooien. We hebben hem daar keurig geparkeerd en we krijgen dus een melding van een collega die assistentie vraagt bij een verkeerscontrole. Kijk eens, wat een mooi plaatje. We gaan even met de doggo op de foto. Hop in, doggo woef. Ah, dit is om de hoek. Oh, 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 remmen. Ja, heel goed. Deurtje dicht. Nee, dus nu gaan we naar een verkeerscontrole. Van een collega die een verkeerscontrole uitvoert. Die heeft eigenlijk een voertuig staande gehouden, moet ik zeggen. Het is niet een verkeerscontrole als in een grote controle met meerdere eenheden. Hij vraagt daarom assistentie van een hondengeleider blijkbaar, want dat zijn we vandaag natuurlijk. Nou, wel even wat sneller die kant op, want dit duurt me te lang. Ik hoor ook sirenes. Dat wordt heel krapjes als we hier tussendoor proberen te rijden. Oh, iets harder remmen. Die hond mag even blijven zitten. Even aanhoren wat mijn collega te zeggen heeft. Hey, goed om je weer te zien, agent. Ja, hetzelfde. Begrijp jij nou waarom mensen geen, geen gordel dragen? Nee, ik begrijp het niet. De persoon hier voor mij, die was hem in ieder geval niet, die droeg hem niet, dus kun jij even in de buurt blijven, dan kunnen wij hem controleren. We zijn met 3 eenheden in de buurt. Met 2 eenheden en met 3 in totaal. Die gaat er vanop, dat dacht ik al. We have a 148 on San Andreas Avenue. Oeh, mijn stuur klinkt heerlijk, dat hoorden jullie vast wel. Oeh, ja, ja, ja. Keurig, Vito, keurig, keurig. Oh, hij ging tussen die twee bussen door, zag je dat? Wat ik toen straks wilde doen. Deed hij gewoon even. Sirene is best zacht trouwens, hè, van die Audi.
Of Audi zeg ik. Ja, het is toch voor mij de Audi sirene. Aan de snelweg op. Meneer Hondwoefwaf Blaf, die krijgt het er benauwd van. Ik denk dat zijn staart sneller gaat kwispelen. Voertuig is gepit. Hij slingert behoorlijk. Maar dat hij ook gezopen heeft. Ook zei, we hebben een achtervolging en willen nog wat eenheden bij wellicht teamverkeer als je die hebt. We gaan de snelweg af. En rechtsaf. En wij draaien weer. En we gaan weer links. Oeh, hij speelt een spelletje met ons. We gaan linksop. Shit. Sorry. Dezelfde snelweg op waar we net reden. Mijn collega's met de Vito die knallen nog even op een... ja, wat is dat? Mercedes. Best een vette Mercedes, zo'n ding. Maar deze is ook wel vet. Het is tevens geen politie Mercedes wat ik dan net bedoelde. Zo'n Jeep-achtige Mercedes is dat. En dan knallen de collega's met de Vito nu vol op zo'n splitsing. Als je daarop knalt ben je... denk ik morgens dood. We moeten links. Ja, en zo'n Mercedes. Officieel is het dus geen Mercedes. Zet die auto gewoon even klem. Uitstappen. Handen omhoog. Hond, doggo, hier komen. Mr. Peanuts heet hij. Ah, dat vergeten. Ja. Eenmaal aanhouding, verder niet meer in het voertuig. Waar is die hond heen? Hey, hallo. Die rent er gewoon vandoor. Kijk hem dan. Collega, jij hebt alles in controle. Oh god. Hij rent gewoon over de snelweg. Oh nee toch. Mr. Peanuts terugkomen en heel snel een beetje. Instap jij. Nou. Jij bent ontslagen. Dat weet ik toch wel. Als zo'n hond er vandoor rent en over de snelweg en niet luistert, nou dan ben je gewoon ontslagen. Dat mag heel duidelijk zijn. Dus toch die hond hebben. U kunt uw weg vervolgen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Kan hij niet die auto er zoeken ofzo? Wat deden we dat ook weer? Nou ja, goed. Het kan geloof ik wel, maar ik weet even niet hoe. Die mevrouw die gaat van mij even mogen blazen. Dit is een drugstest geloof ik, dat heb ik gedaan. Pas op, een collega loopt nog steeds een wilde hond over de weg. Hij heeft niet gezopen. Drugstest, nou het was toch een alcoholtest. Thanks. Oké, okay, ze heeft niet gedronken in ieder geval. Ik ga snel een eenheidje deze kant op vragen. Je ziet de snelweg die loopt redelijk. Of ja, de snelweg, het is niet echt de snelweg. Het loopt hier allemaal redelijk vast. En dat heeft op meerdere plekken gevolgen. Dus ik wil hier zo snel mogelijk deze weg vrij hebben. Dan kijken we daarna wel even verder. Met die mevrouw fouilleren en dat soort dingen. En hop in. Zo. Maak alvast ruimte voor de Vito. En de rest van de collega's. Ah, er is toch een vrouwelijke collega die kan meteen fouilleren. Op dat stuur dat gaat echt alle kanten op behalve de goeie. Zo, dat, ja, jullie horen hem misschien. Alles is uit wat uit moet. Oh, daar slingert er ook een behoorlijk. Maar ik heb eigenlijk meer zin in even nog een melding die echt, waarvan je zegt, ja, daar ga je het verschil in mee kunnen maken met de hond. Dat was deze melding nou ook niet echt. Als ze ging rennen, dan had ik dat toch echt even volgepakt
of laten pakken door die hond. Maar dat was niet. En je kon het voertuig helaas ook niet doorzoeken door die hond. Het kan geloof ik wel, ik weet het bijna 100% zeker, maar hoe? Dat is de vraag. Ja, het voertuig voor mij kan ik eigenlijk ook niet laten gaan. Maar dat ga ik wel doen. We gaan rechts erlangs, we hebben niks gezien, we zetten de melding aan, anders kunnen we trouwens nog heel lang wachten. En we gaan kijken of we nog wat spannends mee gaan maken. We zijn er alweer en we zijn onderweg naar een persoon die... schakelt die auto wel, ja. We zijn onderweg naar een persoon die... mental disorder staat er, dus eigenlijk een verward persoon en die heeft mogelijk een wapen bij. Aan de hand van welk wapen dat is, kunnen wij de hond inzetten, ja of de nee. Een vuurwapen of et cetera, natuurlijk niet. Een schroevendraaier wordt ook wel zo'n wapen gezien, daar kun je ook een hond mee steken, maar hè, laten we even eerlijk zijn, die hond als die op je afrent, dan bedenk je misschien wel een keertje voordat je die schroevendraaier gebruikt. We gaan hem eerst eens zoeken. Daar staat de melder in ieder geval. We doen het raampje even open en we spreken zo met hem. Hallo, wat is er aan de hand? Daar loopt hier een man met een vuurwapen rond. Oké, dit is een vuurwapen dus. Ik ben zo bang. Weet je waar hij naartoe is gegaan? Ja, ik heb hem een paar blokken verderop hier gezien. Ik denk dat hij een geestelijk probleem heeft. Oké, blijf maar binnen. Wij gaan kijken. Welk blok is dat trouwens? Oh, dat is op de snelweg. In Mirrorpark, ja. En even een klein onderzoekje instellen, want zelf loopt hij hier in de tuinen. Ik zei, we hebben zicht op de verdachte, hij loopt midden op de snelweg. Midden op de snelweg loopt hij. We gaan direct die kant op. Er is nog een hondenglijder die hier rijdt. Hij loopt daar zo. Hier loopt hij. We gaan naderen. Ik ga toch die hond inzetten. Wat hebben we anders dan die hond? Nee, oh stop. Traffic is not back to normal. Dankjewel. Lekker neef. Pak hem, 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 pak hem. Handen laten zien. Hey! Pak hem! Pak hem doggo! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Pak hem! Ja, lekker neef! Wat een baas. Ja, ga je nu meewerken? Hij is zijn vuurwapen niet willen laten vallen. Lekker man! Trots op je. We gaan over naar Taser. Hey, luister eens, jij bent aangehouden. Ja, op je knieën zitten. C stuurde nog een eenheidje bij. Ik heb hier op de snelweg één verdachte. Daarachter loopt er nog in. Dan gaan we dadelijk direct heen. Oh, die is weg. Toch? Ja, die is weg. Oké, luister eens. Jij bent aangehouden. Jij bent niet de onverplicht. Je hebt recht op een advocaat. Ik ga jou fouilleren. Bij gekke dingen leg je weer op de grond of pak die hond jou. Heb je dat begrepen? Heel goed, man. Hij had geen, ja, ik wil zeggen hij had geen vuurwapen bij, maar die ligt daar zo. Ook hier. Nou, trouwens niet, dus niet hier. Maar dat is natuurlijk, ik vergeet zich dat Grape Seed redelijk ver weg is. End. We gaan ons hier dus op niet beschikbaar zetten. Ik ga een transporteenheid vragen voor de beste heer. Wij gaan het verkeer even minder snel laten rijden. Dus de transport en het er ook al. Vuurwapen gaan we veilig stellen. Dat is ook een taak voor de hondengeleider. En we hebben hem veilig gesteld. Dag vrouwelijke collega met wel een heel zwaar vuurwapen. Ik heb traffic control gekleerd, zeg maar. Dus ze zouden weer moeten gaan rijden. Dat doen ze alleen niet. Dus ik laat het lekker zo hier. Laat ze maar
Wij gaan door naar een laatste melding. En dit lost zich vanzelf wel op. Dan wel door die spannen, dan wel door uiteindelijk dat verkeer wel gaat rijden. Maar ik hoef daar niet bij te blijven. Laatste melding voor de dag is een inbraak heterdaad. Een mogelijke inbraak heterdaad. We maken gebruik van de vrijstelling. Wij houden iedereen in de gaten. Ik hou dit voertuig hier rechts in de gaten. Het voertuig voor mij, het kruispunt. Ja, ik zag jou wel. Het is hier rechts, die taxi. Hé, de taxis zijn trouwens zwart. Ja, hoe heb je dat gefixt? Ja, dat willen jullie niet weten. Daar heb ik uiteindelijk... ik had dat opgegeven, zeg maar. Als in, ik dacht, ik heb het helemaal gehad met proberen. Oh, oh, oh. En toen zei iemand van, laten we die taxis van jou eens fixen. En toen heb ik dat gedaan. Hier loopt een kat, daar moeten we altijd mee opletten met die doggo. Maar die is goed af... Nee, hij is trouwens niet goed afgetraind. Kom mee. Wij zijn ter plaatse. Wij zetten onszelf op ter plaatse. En we gaan hier even kijken bij dit appartement. Want daar is dus... ik weet dat hier een appartement is. Tasertje erbij. Just in case. Coco weer aan het vest hebben wij nog aan. Hallo, politie. Hallo. Oh. Ja, hallo meneer. Hoort u in dit apart? Oh shit, hier rent iemand, die hoort hier niet. Wie komt hier naar buiten? Oh, veel wapen! U kunt uw weg vervolgen. Ja, stoppen jij. Stoppen jij. Ik weet niet wie jij bent. Even zo blijven zitten. Ik heb hier een hond, die pakt jou als jij wegrent. Oké, deze is Nokkie geslagen. Wij gaan het appartement betreden. Misschien wel met ons vuurwapen gezien hij op mij schoot. Hallo politie. Verder nog iemand in het appartement? Maak jezelf bekend. Helemaal niemand. Ik zie hier ook niks. Nee, niemand clear. Oké, check. Vuurwapen bergen. Die ligt hier te slapen. Hey, luister eens. Hoor jij bij het appartement of hoe zit dat? Ik ben even aangehouden. Ik weet niet wie hier in het... wie hier allemaal was. Eén iemand riep. Help me alsjeblieft agent. Ik wil natuurlijk wel weten of hij dat hier was. Of hij misschien wel, die dacht ik ren naar buiten om geholpen te worden. Vervolgens word ik neergehoekt door Wim de agent. Oké. Okay. Wij gaan even loslaten. Trouwens maar een ambulance vragen. Hé, hey, blijf eens even staan. Ik heb niet gezegd dat je mag lopen. Heb je van mijn identiteitsbewijs? Dan. Doei. En via het systeem zien wij dat jij nog wordt gezocht. Ik wilde zeggen, zien wij dat jij hier woont en eindgoed al goed. Maar nu word je dus, wordt er bij je ingebroken. Uiteindelijk blijkt je dus ook nog gezocht te worden. En moet ik jou dus alsnog aanhouden. Je mag je omdraaien, je bent aangehouden. Waarvoor je wordt gezocht weet ik niet. Maar dat gaan we zeker even uitzoeken. Op basis daarvan ga ik jou ook fouilleren. Mag weer omdraaien. Ja, ja, je draait je wel steeds naar mij om. Stay calm. I can save you. Verder niks bij een vliegtuigticket. Misschien wil de klote opgaan, maar die aanname die mogen wij niet maken. Ik wil graag een transporteenheid. En dan kan ik even boven kijken hoe het zit met onze verdachte, denk ik dan dat dit was. Die heeft een flinke slag op zijn hartjes gekregen van mij met een taser. Maar ja, hij schoot dan ook op mij. In mijn vestje. Dus ik voel er helemaal niks van. Hij leeft wel weer. Maar hij zal wel even mee moeten met de ambulance eenheid. Hij is dus bij deze aangehouden. Maar er gaat nog een collega. Die zijn dienst nu gaat starten. Direct naar het politiebureau. Naar het ziekenhuis waar hij is opgenomen. En dan zal hij daar alsnog worden bewaakt. Om het maar even zo te zeggen. Ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een superleuke video vonden. Ik hoop dat jullie hond woef waf blaf of weet je ook alweer ook helemaal geweldig vonden. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Ik zou zeggen tot dan en joejoe.